Deze nieuwsuitzending, die is voor het slapen gaan. Dat betekent dat ik mijn stem zachtjes zal houden. Duidelijk overkom. Ik neem een uur de tijd. En binnen het uur slaap jij. Afgesproken? Want anders heeft deze zending geen zin. Het is bedoeld voor het slapen gaan. En het onderwerp van nu is dan seksisme. Ik ben een voorzichtige seksist. Ik vind dat je met vrouwen op moet passen. Het is leuk om je leuter in het voorgat te douwen. Maar voor de rest heb je veel gezeik met vrouwen. Het valt me wel op. Ik ben ooit begonnen in mijn leven als iemand die dacht, ja, vrouwen zijn ook mensen. En dat zijn ze ook. Het zijn vrouwen. Ze zijn niet te vertrouwen. Niet allemaal hoor, sommigen zijn betrouwbaar. Mijn vriendin Lonneke, dat is een vriendin, hè? Die is onbetrouwbaar als de kut. Maar dat is ze ook. Dus dat is betrouwbaar. Zij is betrouwbaar, onbetrouwbaar. Ja, die mag ik dan wel. Met haar kan ik wel geinen. Dat is de laatste van de vrouwen. De moeder van mijn kind? Ja, alsjeblieft niet. God zal me kraken. Ik had een raskat gevonden op straat. En zij heeft met het beestje gegooid. Met mijn kind erbij. Of ons kind. Haar kind, vindt zij dan. Ja, maar voor de ogen van mijn kind mag ik gooien met een raskat. Want ik ben een vrouw. God zal me kraken met tyfus. Seksisme. Voorzichtig seksistisch. Wees voorzichtig als man. Niet als je een of andere kuthomo bent. Uit Perkentvoort of zo. Ja, ga maar lekker wipperen met een of andere zaakwijf. Ik ben heteroseksueel, maar ik neuk niet meer. Ik ben ermee opgehouden. Ik vind het de moeite niet meer waard. Zoveel gezeik, man. Ja, ik wil voorspel. Ik niet. Ja, ofwel. Ja. Bla, 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 bla. Mijn seksuele behoefte die zou beter ingevuld kunnen worden als ik lid zou worden van de Homo Club. Ik ga binnenkort met Lonneke. Gaan we naar de sauna. Gaan we lekker allebei in onze blote kont zitten zweten. Dat wordt wel leuk. Dus ik ga wel om met vrouwen, dat is verder geen punt. Maar ik ga niet meer neuken met Lonneke. Nee. Ja, weer een keertje voor de gein. Ja. Toch allebei zin hebben. Ja, Lonneke heeft ook al een kunstgebit en ik nog niet. Ik heb één kunsttand. Nee, ik heb een kunsttand en ik heb een kunstkies rechter achterin. En
Nou ja, goed, maar zij heeft dan alles van plastic. Hey, vrouwen zijn anders dan mannen. Bijzonder, hoor. Op het werk? Jaren terug, hoor. Een druklopende zaak. En werkten we voor allerlei bedrijven. En automatisering. Hè? Boekhouding en alles wat erbij hoort. Hè? En ik zei tegen mijn collega... Vennoot, mede-vennoot. Het valt me op. Die projecten waarbij vrouwen toonaangevend zijn, dat zijn de projecten waar wij de meeste problemen mee hebben. En hij zo, ja, inderdaad. Ik vind ook dat vrouwen moeten stoppen met werken, want ze kunnen het niet. Ze hebben niet dat gevoel. Echt duidelijk dat de plek van de vrouw is niet in de battle. Je kan vrouwen wel trainen, maar ze blijven eens in de 4 weken ongesteld. Tenzij ze dan hormoontherapie gaan doen, dan worden ze niet meer ongesteld. Maar van die hormoontherapie gaan de lichamen van die vrouwen helemaal naar de kut. In de zin van naar de kloten. Vrouwen moeten niet werken. Dat moeten ze niet doen. Daar hebben ze geen gevoel voor. Ik ken ook een vrouw en die heeft een modellenbureau. Ik heb voor haar de automatisering mogen doen. En haar oom zei tegen haar van... Meisje, meisje, stop met dat kantoor. Want je werkt alleen maar via internet. Dus je hoeft niet elke dag ergens naartoe. Naar een kantoor om daar je computer te gaan bedienen. Dat kan je net zo goed, net als Perry... vanuit je eigen woning doen. Je moet adequaat reageren. That's it. Nee, dat wilden ze niet. Nee, want dat mag niet. Want ik mag niet vanuit mijn woning een eigen bedrijf runnen. Dat is niet waar. Dat mag wel. En wat je niet mag is dat je echt een winkel gaat beginnen in een woonhuis. Zoals warenhuis of whatever. Dagelijks allemaal mensen. Oh, we komen er binnen. Ja, dan komt iemand binnen. Ja, dat mag niet. Het is een woonhuis. Maar als je achter je laptop zit en je typt een beetje. Ja, dat is goed. Ik heb dit model voor jullie gevonden. En deze 5. En, kies er maar eentje uit. Ja, een type is een vrouw. Er was ook zo'n vrouw aan de lijn en die wilde de hele boekhouding uitprinten. Het groot boek, heet dat? Van een heel jaar. Dat is 500 pagina's. Terwijl het in de computer staat. De accountant zal langskomen. Maar ja, die accountant die had een account... om in te loggen in de boekhouding. En er zitten zoekfuncties in. En blup, lijstje dit, lijstje dat. Dat heet ook pivot, kan je ook nog doen. Dan kan je pivoten. Pivotereren of zo. Maak je er een matrix van. Dat kan allemaal. Nee, ik wil alles uitgeprint hebben op papier. En zij heeft een Windows-computer... Maar gelukkig is ze behalve hoofdboekhouding is ze ook hoofd ICT. En ik had tegen haar gezegd, van kijk, ik draai een server. Die stond toen in Ede. En that's it. En aan jouw kant, dat moet het wel goed geregeld zijn. Dus gebruik Firefox.
als je in Firefox een output hebt in HTML van 500 pagina's en dan zeg je print, dan moet het gerenderd worden. En daar sloeg Firefox helemaal van op de kut. Zij boos. Ja, maar morgen komt de accountant en ja, jij hebt dan zo'n systeem. Nee, zij zei niet, hè, maar even hoe het was. Hè. Het systeem was dat die accountant, die kon inloggen, die kon alles zien. Alles opvragen. En, vanaf zijn eigen werkplek. Nee, maar die man die moest 500 pagina's meuk krijgen. Die vrouwen proberen te helpen. En thuis getest. Ja, Firefox inderdaad. In die dagen dan, hè. 500 pagina's en dan Firefox laten renderen. Ja, ga maar even naar de kroeg en daarna nog even wat eten. En dan kijken we even thuis en dan kijken of die klaar is. Uren. En ik doe een testje met Google Chrome. En dan was het... En dan stond hij er, hè? Dus ik naar haar zeggen van... Nou, als je Google Chrome even erop zet... Dan heb je het eruit. En de mens werd boos, jongen. Ja, maar jij zei dat ik Firefox moest gebruiken en dan nu weer Google Chrome en dan nou, ik heb er helemaal geen zin meer in en morgen komt de accountant en wat moet ik nou doen? Nou, wat ze moest doen was helemaal niks. Die accountant heeft een account, die kan inloggen, die kan alles zien. Het interface is te begrijpen. Ik moet helemaal niks uitprinten. Stomme trut als ze was. Ik vind vrouwen best hoor. Maar niet op het werk. Tenzij het overtuigde werkende zijn. Dan gaan we praten. Een overtuigend werkend betekent dat je je bek houdt en dat je je werk doet. Dus de accountantscontrole komt morgen en jij hebt ervoor gezorgd dat alles klopt. Maar vrouwen op het werk, niet. Niet in mijn jonge 59-jarige bestaan. Vrouwen op het werk is een ramp. Je kan ze inzetten op human resource management. Plannen en dat soort dingen. Dat kunnen ze uitstekend. Maar vraag niet aan vrouwen om creatief te zijn en computers te kunnen bedienen. Nee, dat wordt hem niet, jongen. Vrouwen kunnen ook niet schaken. In de vorige uitzending heb ik het gehad over racisme. Dat het opvallend is dat er onder het schaakgebeuren helemaal geen negers aanwezig zijn. Allemaal blanken, hè? En Chinezen. Nee, het gaat. Ze allemaal blanken, een enkele Chinees en een enkele vrouw, zoals Judith Polgar. Waarvan die Nederlandse schaker, weet ik weer, Jan Hein Donner? Ik denk het wel, ja. Jan Hein Donner, die heeft Judith Polgar totaal afgezeken. Wat een kutschaker, zei hij. Het is alleen maar aanvallen. Zo, er zit geen esthetiek in, er zit geen beeld in. Er zit geen plan in. Het is alleen maar rammen. Dat is Jan Hein Donner. Ik ken ook geen vrouwen die kunnen schaken. Absoluut niet. Ze houden er helemaal niet van. Vrouwen zijn anders als een man.
Een man vindt het leuk om te schaken. En als hij dan verliest, dan denkt hij, kut, kut, kut. Dat heb ik ook. Denk je dat ik nooit verloren heb met schaken? Natuurlijk wel. Ook en plein publiek, hè, in de kroeg. En af en toe win je. En dan ben je helemaal de binken. Yeah! I killed a mofo! Op het schaakbord, hè? Gewoon de koning pakken. Hoppakee. Wil je nog een potje? Ja, dat zijn mannen. Maar vrouwen die hebben dat niet. Wordt het ook helemaal nooit, hoor. Wat dat betreft ben ik voorzichtig seksismisch. Seximistisch. Ik doe er een poging toe. Kijk, je mag vrouwen niet verbieden om te schaken. Dat mag niet van mij. Dat zou ik belachelijk vinden. Tuurlijk mogen vrouwen schaken, maar ze doen het niet. Als vrouwen naar een schaakwedstrijd gaan, dan ga ik ervan uit dat ze van tevoren gaan nadenken over wat ze aan gaan trekken. Want zal ik dan dit dragen? Of zal ik dan. Ja, het is wel een schaakwedstrijd. Ja, ik wil er wel. Het is wel gezellig met z'n allen. En, ja, dan wil ik wel deel zijn van het feest met mooie kledij. Nee, vrouwen, ga er weg. In Genesis 2 of zo, zei dat, hè? Toen kwam de vrouw. Dat mag je metaforisch zien, by the way. God heeft Adam geschapen en daarna kwam Eva. Of Eva. Als hulp voor de man. Als assistent voor de man. Dus vandaar dat vrouwen ook graag gaan voor management. Want dan assisteren ze de mannen. Vrouwen moeten mannen assisteren. Dat is de truc. Dat staat in de Bijbel. Ik zie geen andere mogelijkheid, hoor. En van die vrouwen, die zijn zelfstandig, zoals de moeder van mijn kind, die heeft die alimentatie, die heeft die scheiding goed gedaan, joh. Een hoop poen, jongen. En die werkt bij het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling, CITO. En zelf kan ze niet rekenen. Ja. Vrouwen niet werken. Niet laten doen. Vrouwen afwassen, eten koken, kleren wassen, aan de was ophangen, ja, al die dingen doen. En de moeder van mijn kind die vond dan van ja, die huishoudelijke werkzaamheden, die doen we door de helft. Ja, dat kwam erop neer dat ik 80% van de werkzaamheden moest verantwoorden en zij 20%. Maar wel ging ze 4 keer per week, 's avonds, 's nachts, de deur uit om spannende dingen te gaan doen. Want oelalala, ja, ik wilde wel een beetje ja, net als een man zijn hoor. Ik wilde ook naar buiten gaan. En trouwens, ik wil even pinnen. Ja, en wie verdiende er het meeste geld? Ja, Perretje Winkeltje natuurlijk. Vrouwen. Ja, mijn nicht, Sanne, dat is een lieve vrouw. Dat zegt ze. Oh, wat een lekker ding. Dat is een goede moeder. En haar moeder, dat is mijn tante Til,
Dat is ook een goede vrouw. Sanne, die was weer zwanger geworden. En die maakte zich zorgen over de kleinte van de woning. En oh, er komt er nog eentje bij. En hun eerste kind had niet eens een eigen kamer. In de woonkamer hadden ze een kamerscherm opgesteld. En dan sliep dat kind achter. We hadden drie kamers. Drie hoog. In Amsterdam-Zuid. Waar je niet kan parkeren. Een bomvolle wijk. En mijn tante Til zei tegen Sanne. Meid, maak je niet zo'n zorgen. Als er één kind achter een kamerscherm kan slapen. Nou, dan kunnen er ook twee slapen, hoor. Sanne is een schatje. En die kijkt ook naar haar man. Erik heet hij. En dan niet vervelend of zo. Van, wat zit jij nou weer te doen? Zo, nee, dan kijkt ze uit respect naar haar man. En Erik, ja, dat is al sjoemelaar. Die doet iets in de computerindustrie. Want ze kopen tweedehands afvalcomputers kopen ze op. Voor een habbekrats. Want anders moeten die bedrijven dat geld betalen aan de afvalreiniging. Nou, als ze die computers allemaal op, met auto's, al die computers met elkaar. En dan doen ze daar koningswater bij. En dat lost het goud op. Dus dan heb je goudwater en dan heb je een proces. En dan hou je uiteindelijk goud over. Want in iedere computer zit een bepaalde hoeveelheid goud. Dus een AU, dat is een element. En hij haalt die poen binnen. En zij doet lief tegen de kinderen. Ja, dat is de bedoeling. En Sanne moet ook werken. Dat is vanwege de economie, toestanden, gelul, gezeik. Maar Sanne is een vrouw. En intelligent. Het is mijn volle nicht. Ja, die is gelukt. Ze houdt van pizza en ze houdt van anchovies, van die blikjes. Ze weet alles van films en acteurs en regisseurs. Als je aan haar vraagt van wie heeft The Shining geregisseerd, dan zegt zij Stanley Kubrick. Wie speelde de hoofdrol in The Shining? Dan zegt zij, moet ik even nadenken. Ja, zij weet het nu al. Jij toch ook? De hoofdrol in The Shining van Stanley Kubrick. U die film ooit bekeken? Jack Nicholson, heet hij. Goeie film. Ik vind alle films van Stanley Kubrick vind ik goed. Vooral die laatste. Mooie film. Met die Scientology-lui erbij. Even goed zeggen hoor. Je hebt die blondine. En je hebt de kleintje. Die ook bij Oprah Winfrey was geweest. Hoe heet die nou? Van de Scientology. Ja. De namen schieten me zo altijd binnen. Maar Sanne, die weet het al. Hè? Mijn dochter is ook reterslim. IQ is trouwens niet seksen gerelateerd.
Het is rasgerelateerd, dat wel. Blanken zijn het beste in het scoren met IQ. Maar vrouwen en mannen, net zo goed hoor. Oh, Tom Cruise heette die. Ah, ja, en die hoofdrolspeler in Eyes Wide Shut. Goeie film. Erg mooie film. Goed geacteerd. En die vrouw die heette Nicole Kidman. Sanne weet dat. Die wist dat eerder dan ik. Maar voor de rest vrouwen. Ja, Sanne, ja, die werkt dan als secretaresse. Zo. Of bibliothecaresse. Of zoiets. Iets op een advocatenkantoor. En haar eerste kind... Ja, die moet dan naar de naschoolse opvang, omdat mama nog moet werken. Maar dat kind vindt het hartstikke leuk. Die lacht zichzelf helemaal kapot. En dan is mama er weer. Ik vind het fijn dat Erik voor haar zorgt. Die houdt alles in de gaten. Geen probleem. Ook een keer werd ik door een vrouw gebeld en die zei: wat heb je met het systeem gedaan? De software gebeuren. En ik zei: van helemaal niks. Ja, maar dat moet wel, want de factuur die past niet meer. Kan dat nou? Ja, jij hebt iets gedaan. Ik zei, nee, ik heb helemaal niks gedaan. Nou, maar hier is ook niks gebeurd. En ja, de factuur klopt niet meer. Die gaat over 2 pagina's, terwijl het op 1 pagina kon staan. Oh, wacht eens eventjes. Ik zei, kijk eens even naar je pagina-instelling. Waarop die vrouw zegt, ja, waar vind ik dat? Ja, die vrouw die gebruikte Windows. En bij Windows staat dat elke keer op een andere plek. Op een Macintosh niet hoor. Sinds jaar en dag zit dat in het file menu. Ja, zei ze maar. En toen waren we al een half uur verder hè. Ja, zei ze, de pagina-instelling, dat wist ik vroeger wel. Maar sinds gisteren, en nee, sinds vandaag, heb ik een nieuwe computer. Gisteren kwam er een nieuwe computer en vandaag zit ik op de nieuwe computer. En de factuur komt eruit over 2 pagina's. En jij hebt iets veranderd in het systeem, want hier is niks veranderd. Nee, ze had een nieuwe computer gekregen. Kijk, vrouwen die trekken dat niet. Het is veel te ingewikkeld voor ze. Dat is niet erg. Maar dan moeten ze ook niet gaan werken. Mijn dochter die stuurt er nu op aan om geestelijk gehandicapten te begeleiden in de zin van dagopvang. Hoeft van mij ook helemaal niet doen. Maar het verdient. Al die geestelijke gehandicapten, laat me zitten hoor. Wat mij betreft, als man, I don't fucking care. Dat is een vrouwenberoep. Oh, die is geestelijk gehandicapt en die ga ik in de rondte rijden in een rolstoel. Ja, dat moet je maar willen. Dat is een vrouwenberoep, maar niet een mannenberoep. Dat is onzin.
Met daklozen, opvang, toestanden, ja, maar vrouwen. Ja, dat is een goed idee voor vrouwen. Maar ga geen Apollo-raketten bouwen. Daar kunnen mannen zelfs niet eens. Ja, ja, wij mannen kunnen dan een Apollo-raket laten opstijgen en dan vertellen dat we naar de maan zijn gegaan, terwijl dat helemaal niet kan. Het gaat om de indruk die je maakt als overheid, of als samenleving. Volg je me nog? Ik zeg niet dat mannen zoveel beter zijn. Die het echt ongelofelijke tutholo's als kuthomo-kerels onder de mannen. Maar mannen zijn op een andere manier slecht dan vrouwen. Een slechte man heeft A, B, C, D, E. Een slechte vrouw heeft F, G, H, I, J, K. Ze zijn op een andere manier slecht. En de gezeik... Okay, dan zei ik tegen haar... Oké, dus je hebt een nieuwe computer. Ik denk dat de pagina-instelling niet goed staat. Dus, ja, waar staat die dan? En die vrouw tegen mij... Nou, vertel het me dan. Vertel het me dan. Kijk, jij hebt alleen maar een server in Ede staan. En onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat we goed bij de server kunnen. En dan moet jij nu vertellen hoe we goed bij de server kunnen. Want ja, ik heb er zelf geen verstand van. Ja, maar als je er zelf geen verstand van hebt... Ga dan niet werken. Niet doen. Een uitspraak van een vrouw... Ja, die mannen hebben de computer uitgevonden... Maar dan hadden ze er wel even mogen denken dat het een makkelijk te bedienen apparaat moet zijn. En ja, dat is het niet. En dat is het schuld. Dat is de schuld van de mannen. Ja, ga dan godverdomme niet werken. Dan heb je er helemaal geen last van. Ga de afwas doen. Ramen lappen. De moeder van mijn kind, ook zo'n heerlijke vrouw. Ik was bezig met de opvoeding van mijn kind. En ik vond het tijd dat zij een computeraccount kreeg. Dan kan ze lekker computeren. Dat was ze... Kijken, was ze 7 of zo. En die vrouw... krijzen, jongen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dan krijgen ze vierkante ogen. Nee, dat gaan we niet doen. En dat zijn vrouwen. Mijn dochter mocht niet achter een toetsenbord. Nee. Ben jij gek? Dat zijn vrouwen. Ze zijn knettergek. En dan weet ik ook wel dat er mannen zijn en belachelijke bojo's. Maar vrouwen die claimen toch het recht op het hebben van, van het kind. Ja. Ja, doe dan wat voor je kind. En de moeder van mijn kind doet helemaal niks, hoor. Helemaal niks. Voor de gemiddelde vrouw is een kind niks meer als een productiemiddel. Een soort oog op de toekomst. Voor haar eigen. De moeder van mijn kind die zei toen mijn kind 3 was... tegen mij... Jij doet wat ik zeg. En anders zorg ik ervoor dat jij jouw kind nooit meer ziet. De angst sloeg mij om het hart. Nou, inmiddels heeft ze dat voor elkaar. Ik zie mijn dochter niet meer.
Dus alle vrouwen krijgen alle kinderen en bekiek het maar samen met je communistische katholieke kutoverheid. Mogen jullie al die kinderen en wij mannen schaken onszelf dood. En bekijk het maar. Hoog tijd voor onderbevolking en geen vrouwen bevruchten. Ze zijn, het is helemaal niks. Vrouwen dan, hè? Die zitten totaal op het verkeerde spoor. Maar hoezo kon de moeder van mijn kind tegen mij zeggen, jij doet wat ik zeg, want anders zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. En waar is het respect van die moeder, de moeder van mijn kind, hè, voor het kind? Helemaal niet. Die was alleen maar bezig met haar eigen ding. En dat die pa de deur uitgaat, ik dus, hè. Ah, er zijn er 5 klaarstaan. Dus mijn dochter heeft momenteel 6 vaders. Ha, 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 ha. Maar wil je daarvoor je leuter in het voorgat steken van een vrouw? Zodat jouw kind van 5 vaders is en niet van jou. Waarom zou je het doen? Waarom zou je je sperma spuiten in een vrouw die uiteindelijk gaat zeggen van na 3 jaar, van jij doet wat ik zeg, want anders zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. En, wat heb je aan dat soort vrouwen? Helemaal niks. Toch? Nou, gewoon niet neuken. Er niet mee omgaan. Het is er nu de tijd niet voor. Ik ken ook een vrouw, haar dochter. Dus die vrouw die kreeg hijsa met haar Mohammedaanse man. Ze komt uit Servië. Ze woont pas 30 jaar in Nederland. En ze kan geen Nederlands. Ja, dat kan je niet van iedereen verwachten. Toen ik 30 was, kon ik ook geen Nederlands, hoor. Echt niet, hoor. Ben jij gek? Maar zij kan geen Nederlands. En die heeft die kerel hijsa gemaakt. En blablabla. En de dochter die belandde dan in de jeugdinrichting. Een regelrechte gevangenis. In Zetto. Nou, Zetten vanaf Arnhem is 30 kilometer ongeveer. 25 of zo. En met het openbaar vervoer moesten 2 kilometer lopen. Ja. Of ik dan even kon rijden. Ja. Dat heb ik gedaan, hè. Nou, dan heb je over, laten we zeggen, 50 kilometer, hè? Bij elkaar, heen en weer. Hè? Nou, de Renault Clio, die kost 25 eurocent per kilometer. Inclusief alles. Want er moet een achterlamp vervangen worden en een startmotor hebben we problemen mee en het contactslot is kapot gegaan. Hij moest vervangen worden. Dat ding kost 25 eurocent per kilometer. Ik ben gisteravond waren we op een Renault Clio vergadering. En ik vroeg het dus aan de 2 andere eigenaren. Wat kost dat ding per kilometer? En Wim Kruidentuin, die zou het allemaal uitgerekend hebben, maar dat getal stond er niet echt in. Nou, even rekenen. Nou, 25 cent per kilometer. Dus, als wij 50 kilometer heen en weer gaan rijden en het is 50 cent per kilometer, dan is dat 12,50 euro. Of niet?
Dan pak je rekenmachine er even bij. Vooral jij als vrouw. En zij zei tegen mij, ja. En dan doe je mij heen en weer rijden. En dan krijg je een tientje. Ja, dat betekent dat ik 2,50 moet bijleggen. Of niet? En zij vond dan dat ze mij vergoed had. Ja, het punt is, ik moet om die Clio op te halen, moet ik een half uur lopen naar Wim Kruidentuin. Tegen de bult op. Want die Clio, die woont aan het einde van de Huppeltje Pupse weg. Helemaal naar boven, man. En dan haar ophalen in het centrum. En zei ze, oh, daar ben je. Oh, daar ga ik in zitten. Ja, nou, ik zit. Ja, de deur is dicht. Nou, de riem erin. Nou, rij me maar naar zetten. En dan moest ik 2,5 uur wachten, zodat zij contact had, kon hebben met haar dochters. En dan weer terugrijden. Dan die Clio omhoog rijden. En dan weer helemaal naar beneden lopen. En la 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 la. Want het kostte mij maar €2,50. Hé, vrouwen, ik vind het tuig van de richel, behalve Lonneke. Die moet ook nog leren, maar ik ook. Maar Lonneke vind ik wel oké. Maar Lonneke heeft een kunstgebied. En ze kan Limburgs. Tja. Erg fijn voor mij. Ik hou van Limburgs. Een mooie taal. Wat moest er nu? Wat kast er nu? Die is misschien nog goed. En mijn dochter. Ja, die probeert het wel. Die doet niet per se vervelend. Ik was met Galette. Die komt uit Libië. En die heeft een katholieke vrouw in de voorgat geleuterd. Maar die katholieke vrouw had niet zo'n zin in opvoeden van het kind. Hij kreeg de voogdij. Ja, vind je het gek? Die bitch was iedere keer naar Amerika voor een bijeenkomst met Wiki of zo. Wicca? Nee, Wicca. Allemaal vrouwen met blote tieten, blote kutten, blote konten. Die dansen in het bos. Heb je dat mannen ooit zien doen? Ja, ik heb dat nooit gedaan hoor. Ik ga niet met mijn blote pik en mijn blote kont en dansen in het bos om een haardvuur. Een kampvuur. Maar vrouwen houden daarvan. Hè? Die zijn knettergek man. En de moeder van mijn kind, die was er een ster in om seksistische opmerkingen te maken. In de vorige uitzending over racisme heb ik erbij stilgestaan dat het met name de negers zijn die zeggen dat wij met te weinig pigment geen reden hebben tot voortbestaan. Het zijn de negers die dat zeggen. Niet de blanken. Ja, die vrouwen zijn net zo. En mannen zijn allemaal klootzakken. In die scheidingsoperatie moest er een... zo'n vrouw was dan mediator. Of mediator. Mediator moet je zeggen. Een tussenpersoon.
En die zou het allemaal juridisch gaan regelen. En dan moest er een overeenkomst worden opgetekend. Ik zei, oké, dan wil ik in de overeenkomst opgenomen hebben dat er geen seksistische opmerkingen worden gemaakt. Want de moeder van mijn kind is daar een ster in. Want alle mannen hebben stinkende lullen. En het zijn stinkende lullen. Ja, zei die mediator. Een vrouw, hè? Die had ook een kind. Hè? Die had zo'n kort dingetje. Al die vrouwen hebben korte beentjes, maar daar kon ze ook niks aan doen. Dat is een vrouw, hè? Helemaal opgemaakt en een mooi pakje aan. En... ja, zei ze, maar kijk, dit hoeft niet in de ouderschapsovereenkomst te worden opgenomen, want het is verboden bij wet. Ja, het punt is dat de moeder van mijn kind maakte de godganse tijd de meest kloterige, kutterige opmerkingen over mannen. Maar daar mag ik niks van zeggen. Nee, vrouwen mogen zeiken over mannen, negers mogen zeiken over blanken. En voor de rest moeten blanke mannen de bek houden. Laat een gezeik maar over je heen komen. Zo is het. Zo is het. Als man kan je van alles verdragen en je kan je bij niemand gaan lopen beklagen. Hou die vrouwen onder de duim. Ja. Vrouwen kennen niet schaken, ze kunnen niet darten, ze kunnen niet biljarten, ze kunnen helemaal niks. Ze kunnen geen computers bedienen, ze snappen er helemaal niks van. Ze kunnen ouderen van dagen in rolstoeltjes in de rondte rijden. Of de human resource manager uit te gaan lopen hangen bij een grote multinational. That's it! En meer niet. Die vent Owen Benjamin... Die zei ook nog van, humor, dat is een kunst der mannen. Het niet helemaal waar, maar ik heb ook een goede Belgische comediant gezien. En die had, geweldig, was een vrouw. En die zei van, ja, wij vrouwen kunnen niet samen plassen. Mannen kunnen dat wel. Het is zo. Mannen kunnen op een rij... Even leuzen. Die endleuzen. En die kerels die staan allemaal naast elkaar. Wij zo'n pisbak. Van, hey man, hoe gaat het een beetje? Ja, met jou ook goed? Ja, met mij ook goed hoor. Ja. Het is wel gezellig hè, vanavond. Ja. En vrouwen... Nee, die moeten allemaal in hun eigen hokje zitten. Ik moet even plassen hoor. Ja, mag ik even alleen gelaten worden? Want ik moet even plassen. Ja, dat wil ik niet. Ja, niet met z'n allen. Ja, nee hoor. Nee. Dat doen die mannen maar. Ja, snap je? Vrouwen snappen er echt helemaal geen donder van. Mijn moeder zei tegen mij van ja, mannen moeten zittend plassen. Ik zei, nee, mam, helemaal niet. Maar dat zei ook, zo'n Belgische comediant, die zei van ja, als je als man zittend gaat lopen plassen en je hebt een halve erectie, dan spuit je onder de wc-bril door en dan loopt je hele spijkerbroek en je onderbroek, die loopt vol met urine.
terwijl je denkt dat je lekker zit te plassen. Maar je spuit over de dingen heen. En daarom moeten mannen staand plassen. En mijn moeder kwaad, jongen. Oh, wat een seksistisch gauw, hoor. Nee, er wordt helemaal niks. Zonder seksisme. Racisme, ja, negers zijn dommer dan blanken. Maar daar kunnen ze aan werken. Dat is een verbeterpunt. Ja, vrouwen kunnen er ook aan gaan werken, maar ik vraag me af hoe, hoor. Want vrouwen moeten helemaal niet werken. Die moeten afwassen. En voor de kinderen zorgen. En niet lopen zeiken over Firefox en Google Chrome en Internet Explorer. Dat is veel te ingewikkeld. Vrouwen moeten luisteren naar kerels en administratieve werkzaamheden verrichten. Ja, dat is prima. Maar dan wel een beetje vriendelijk, AUB. En een beetje respectvol naar kerels toe. Dat vind ik. Het stemrecht moet je vrouwen ontnemen. Ze hebben er toch geen verstand van. Ze weten er helemaal niks van. Jan-Peter Balkenende is dezelfde klootzak als Mark Rutte. Want ze zijn allebei katholieken. Dus dan ga je een beetje, welke katholiek wil je? En die vrouwen vinden dat leuk. Want die katholieken die zeggen dan dat er een moeder is van God. Hey, oh, dan ben ik als vrouw ook wat, want dan ben ik Maria, de moeder van God. Ja, flikker toch op. Nee, over seksisme, heel voorzichtig ben ik seksistisch, hoor. Je moet vooral voorzichtig zijn, want anders krijg je hijsa met die wijven. Non-checkable sluts. Het is een maatschappijconstatering, meer niet. Wat moet ik ermee? Ik heb er één. Ik heb iets van 4 of 5 vrouwen serieus geneukt. En 1 kind. 2 kinderen. En het tweede kind is vermoord. Relatietherapeut erbij. En de relatietherapeut zei: ja, het recht tot het vermoorden van een mens. Voor zover dat mens nog in de baarmoeder zit van een mens. Dan is het recht tot moord van de mens die in de baarmoeder zit. Dat komt toe aan de mens die de eigenaar is van de baarmoeder. Dus als de mens een kind heeft in de baarmoeder. Dan heeft dat mens of die mens het recht tot moord. En die klootzak die kostte €90 per uur. Plus nog een eind rijden. Hé, halleluja, prijs de Heer. We vrouwen hebben een kut, maar in het algemeen zijn ze ook kut. Niet te doen. Niet als je serieus bent. Kijk, ik en Lonneke. Wij zijn vrienden. Dat is mijn vriendin. Dat is een kerel wat mij betreft. Ik beloof haar dingen. Die kom ik na. We gaan binnenkort aan de sauna. Ik heb er eentje gevonden. En dat wordt een gay sauna. Wat lachen, jongen. Ik ga van tevoren even bellen. Van ja, mogen daar wel vrouwen naar binnen? Ik denk dat ik mijn schaamhaar ga scheren van tevoren. Een beetje een fatsoenlijke piemel. Niet zo'n hele grote bush. En als George Bush. Dus ik netjes. Ik weet me ook te gedragen. Allebei €60 mee of zo.
Ga ik met Lonneke lekker naar de gay sauna. Ja, ik hou van sauna en ik hou van Lonneke. Dat is niet mijn, dat is niet de moeder, niet mijn moeder van mijn kinderen, dat niet. Maar ik hou wel van haar. Ik mag haar wel. En op een dag, dan houdt ze van mij. Komt wel goed, denk ik. Het is wel leuk hoor, die gay sauna. Ik zie het helemaal voor me. Het is wel de perfecte sauna, denk ik. Ah, ja. Lekker zweten. En bier drinken. Saté met stokbrood of zo. Nou, ik eet niet zoveel. Maar van zo'n sauna krijg je honger, toch? Ik neem haar mee. En die andere vrouw die mij dan liet rijden naar Zetten. Oh, wat een portret was dat. Had ik haar al 3 keer naar Zetten gebracht. En weer op. En het kostte me een hele zondagmiddag en avond. Hè? Voordat je die Renault Clio weer hebt teruggebracht. Naar huis lopen. En dan, dan zijn we weer thuis. Hè? Was het op een avond dat ik haar tegenkwam in Café de Wacht. En ik had nog bier thuis. En ik zei tegen haar, van, heb je zin om mee te lopen? Ik heb nog bier en mag je slapen? Ik heb meerdere bedden, meerdere slapen. Je hoeft niet in mijn bed te liggen, daar gaat het niet om. Maar dan kom je langs en een biertje drinken en een beetje kletsen. Toen zei ze, ja, ik heb, dat was het bij mij al thuis, hier. Hè? Ik heb een beetje honger. Ik zei, nou, dat is geen probleem. Ik had die avond gekookt voor mijn dochter. Macaroni. Op de manier waarop mijn moeder dat maakte. En er was 1 portie. Gewoon 3/4 van een portie. Er was niet veel meer over. Had dat opgewarmd, in een schaaltje gedaan. Een lepel aan haar gegeven. Alsjeblieft. En ze zei, ja, maar dan eet ik in mijn eentje. Ik zei, ja, ik heb geen honger. Ik heb al gegeten. Ja, zei ze, maar dat vind ik niet gezellig. Ik wil wel samen eten. Ik zei, nou, oké. Okay. Ik liep naar de keuken, pak nog een lepel. Ga naast haar zitten. En ik neem als eerste een hapje. Want ik was de kok, toch? Ja. Dus ik moet even proeven dan. Hè? Genoeg zout, want ze houdt van zout. Dan werd ze kwaad, jongen. Jezus. Ik zou van jou eten krijgen, maar je eet alles zelf op. Dat was helemaal niet waar. Ik nam een hapje. Niet eens met vlees. Ik nam een hapje om te kijken of het warm genoeg was. En nou, even proeven, een voorproever. Maar bij vrouwen kan je daar niet om komen. Die schieten helemaal in de stress en denken, kwaad man. En toen ben ik op Google Maps gaan kijken en het uitgepuzzeld. Dat de wandeling die ik moest maken om die Renault Clio te halen. En dan naar haar toe te rijden. En dan moet 2,50 euro bijbetalen.
En dan ben ik zoveel minuten onderweg naar Van Arnhem naar Zetten. Dan nog 2,5 uur, 3 uur op het parkeerterrein wachten totdat madame klaar is met het bezoek aan haar opgesloten dochter. Het was voor haar 2 kilometer lopen vanaf het station, hoor. Maar dan vlak. Terwijl ik, als ik de Clio moet halen, dan moet ik tegen de bult op. En tegen haar gezegd van ja, ik stop ermee. En zo stoppen mannen met het zorgen voor stomme vrouwen. Ja, als je dat niet eens beseft. Dat je niet zomaar van iemand mag vragen, doe dat eens even voor mij, want dat kan je toch. En dat zijn vrouwen. Ik ken ook zo'n vrouw die zei van, als je dat nou voor mij doet. Ik zei, ja, wat krijg ik ervoor terug? Nou, zei ze, dat ik dan heel blij word. En mijn blijheid, die transponeert in jou. Nou, dan ga ik nog liever zorgen voor een pitbull terrier. Daar heb je nog wat aan. Of een Mechelse herder. Of kippen. Maar waarom zou je zorgen voor vrouwen? Die daar helemaal geen respect voor hebben. Nou, weet je. En ik later nog tegen die vrouw, die dan zo, van wie haar dochter in Zetten zat, in de jeugdinrichting, achter prikkelfucking draad. Dat is erg. Heel lastig voor mannen. En de oplossing is, stop je leuter niet in het voorgat van een vrouw. Onderbevolking, gewoon niet meer neuken. Je raakt je kinderen kwijt, je kan zo'n vrouw volspuiten met jouw heilige sperma, maar dat kind is van haar. De jassen van je af. Stop er maar mee. Uitzonderingen daar gelaten, natuurlijk. Maar kappen met die handel. Die vrouwen, ja, die willen dan klaarkomen. Dat is allemaal best. Dan ga je naar de sekswinkel. Of je maakt er zelf een dildo-dingetje van een. Wat is dat ding? Zo'n keukenrol. Van die vrouwenclubjes. Van dan maak je eigen dildo. Kan je lekker klaarkomen. Dat heeft geen enkele zin, namelijk. Kinderen die opgevoed worden door hun moeder. Ja, gadverdamme, kut me, eehol. Dus ik ben voorzichtig seksistisch. Ik vind dat vrouwen niks presteren. Ze hebben wel een grote bek. Dat wel. De moeder van mijn kind, die heeft mij verteld dat zij seksuele spelletjes heeft gedaan met haar vader. Ha, 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 ha. Nee, ik ben voorzichtig seksistisch. Er zijn ook van die mannen van de MGTOW, hè? Men going their own way. En die dan zeggen van ja, kijk, je kan die bitches wel lekker neuken, maar voor de rest niets. Maar wel je leuter in het voorgat steken. En dan heb je toch nog een beetje een gevoel van, nou, het lijkt net een huwelijk. Een schijnhuwelijk. Dumpen die handel. Ik zeg het nog een keer. Het heeft geen enkele zin.
Je maakt het er alleen maar erger mee. De bedoeling was ooit dat de werkafspraak was dat de mannen zouden de aanvoering doen en die vrouwen zouden managen. Ja, doe dat dan. De manager mag mooie kleren aan hebben, maakt geen donder uit. De manager, daarvan willen we dat hij niks doet. Een manager die zich de godganse tijd gaat lopen bemoeien met de specialisten, dat wordt geen goed bedrijf. Zo'n CEO, een Amerikaanse, een Command Executive Officer, een vrouw, die runde een ICT-bedrijf. Die heeft vrouwen aangenomen voor de programmeringswerkzaamheden. En al die vrouwen zijn ontslagen. Want als zij om 9:00 s'avonds op de werkvloer kwam, zaten daar alleen maar mannen voor het overwerk. Al die vrouwen waren naar huis. Die hadden overgewerkt tot 8:00. En die mannen zaten daar tot 12:00. En 's morgens om 9:00, 9:30 waren ze er weer. Hey, hou op over vrouwen. Vrouwen weg van de werkplaats. Het heeft geen enkele zin. En die vrouwen die zelfstandig willen zijn, nou, ga maar overleggen, want er zijn experimenten gedaan. En daar hebben ze van twee vrouwtjesmuizen het DNA weten samen te voegen. En dan kreeg je nog een muis van twee vrouwtjes. Nou, ga dat dan doen. En wij mannen, wij gaan toch dood. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze uitzending over seksisme. Ik stel dat erg op prijs. Dat jullie kennis nemen van mijn ervaring. En op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.